Het feestje van Koen en Sander schreeuwt natuurlijk om hysterische outfits. Wat te denken van een serieus curlingkostuum of een lekker bobsleebroekje? Toch liever een robuust ijshockeypak? En voor de dames die op een verkleed feestje het liefst als prinses verkleed gaan, gegarandeerd succes met een kunstschaatspekske. Koen, wat heb je bij je? Je hebt iets bij je daar. Wat is dat allemaal? Is dat de outfit die je gaat dragen of wat is het? Nou, dit is eigenlijk de outfit die jij gaat dragen. Die ik ga dragen? Deze zal je echt top staan, dus zet die even op. We wachten. I love the pink. You love the pink? I love the pink. Of course. Dames en heren, Umberto Tan! Staat zelfs wel stoer onder, dat die pink is. We gaan nog even uit voor de commercial. Looks pretty tough, even if it is pink. Hey, luister. Mijn hele microfoon gaat meteen aan de verkeerde kant. Je moet even van onder dicht doen, anders sta je voor lul. Oh, hij moet dicht. Ja. Best wel leuk. Maar waarom nemen jullie dit voor mij mee? Begrijpelijk. Dus de mensen die bij jou komen, hoor je me nog? De mensen die bij jullie komen, moeten minimaal zo gekleed gaan. Nee, kijk, je weet dat dit er heel belachelijk uitziet, hè, trouwens. Nou, kijk, nu zie jij er inderdaad belachelijk uit. Ja. Maar bij ons is het zo... Iedereen verkleed. En je staat eigenlijk voor lul als je het niet bent. Heel grappig. Als wij het zouden doen, dan zou het minder echt belachelijk dan zijn. Nu is het gewoon belachelijk. En dat is gewoon heel grappig. Ja. Dus laten we het vooral ook zo houden. Maar het is gewoon een kwestie van gaan en met de meute mee. Er zijn genoeg artiesten geweest die bij ons op een gegeven moment over die mensenmassa aan het uitkijken waren. En toen zeiden tegen elkaar, nou, misschien moeten we toch maar zo'n belachelijk pakje aan. Want we staan eerder voor lul als we het niet doen. Zou je het niet groter willen gaan in Ziggo bijvoorbeeld? Want nu ga je naar Hama. Leuk. Heel leuk. Maar volgens mij kan je... Of hoeft dat niet? Ja, we hebben het er wel eens over gehad. Het is een populair feestje. En kaartverkoop, warm, hè? Ja. Ophouden met al. En de kaartverkoop gaat ook heel hard. Dus mocht je er nog bij willen zijn, dan kan dat via 538.nl/fest. Dus ambitie wel minder dan Ziggo. Nou, het is, weet je wat het is? We zijn ooit heel klein begonnen. En hoe groot die gaat, heb je toch ook het gevoel dat het misschien een beetje te kosten gaat van de sfeer. Okay. Ja, goed, als de vraag ernaar is, sluit het niet uit dat we misschien ooit... Zullen we